Hartelijk goedemiddag. Live video Kamphuis Makelaars. Vandaag Nijdersweg en het huisnummer is 3. De naam zegt het al, het Nijdersbos ligt op een steenworp. Mooie nieuwe wijk, daar rechtdoor. Ja, en een heel gaaf huis. Lekker veel ruimte, geweldig oprit. Ik denk als je goed mikt, kunnen er 5 auto's op. Uitstekend achterom. Hier de berging bijkeuken, ik ga het je straks laten zien. Ja, en een bijna nieuw huis. De eigenaar heeft plannen en heeft ons gevraagd de verkoop op te starten. Ja, en dan weet je, dan begin ik met een live video om je gelijk maar eens een beeld te geven van hetgeen je kan verwachten als je met mij, met Paul of met Sander komt kijken. Lekker veel ruimte. Uitstekend onderhouden. En een bijna nieuwe woning, zoals gezegd. Je hebt gezien dat we hem op Funda hebben gezet. Daar staan de foto's, daar staan de maten. En deze video die ik nu live via Facebook stream voor je, die ga ik daarbij opzetten. Zodat je die in alle rust nog eens een paar keer terug kunt kijken als je dat zou willen. Maar eerst maar eens even naar boven. Even de camera een paar keer draaien, niet misselijk worden. Mooie luie trap, zoals dat dan zo mooi heet. Zolder, met hier de werkplek, hobbyplek en kamer aan de voorzijde. Goede slaapkamer met mooi dakraam, zoals je ziet. En hier de schuine kanten afgewerkt met knieschotten. En daar een extra wastafel. En dan heb je nog een hele fijne, mooie grote kamer hier op zolder. Met nog uitstekend veel bergruimte. En daar de natte groepen in de vorm van een cv-ketel. Wassendoe beneden in de bijkeuken. Prima ruimtes. Dat is het voordeel, hè? Lekker groot huis. Drie mooie kamers op de verdieping. Twee aan de voorzijde. Goedemorgen. Dit is kamer 1. En als het criterium bedkast bureau is, dan zie je dat dat perfect kan. Beneden vloerverwarming, boven radiatorenverwarming. En hier is de tweede slaapkamer. Ook dit is een uitstekende kamer. En de hoofdslaapkamer aan de achterzijde. Dan zie je de zonnestralen binnenvallen en dat betekent dat jouw kamer op het zuiden ligt. Achtertuin op het zuiden. Naar de kast. En een prima ruimte. En hier de uitbouw. Kom ik straks, hè. Ik ga het je laten zien. Energielabel had je denk ik al even gezien. Ja, de woning is nagenoeg nieuw. Het is perfect geïsoleerd. Potjes in het plafond en een goede grote inloopdouche zoals je ziet. Netjes doorbetegeld. Sorry. Hier begonnen we onze wandeling bij de voordeur. Met daar ook de meterkast. Die sla ik heel even over. Kom je nou een keer met mij, met Paul of met Sander kijken. Gaat die natuurlijk voor je open, maar voor nu laat ik hem heel even dicht. Toilet in dezelfde stijl als boven de badkamer. Netjes doorbetegeld. Een goede woonkamer, hè. Mooi met die erker aan de voorkant, die breekt hem heel mooi. En hier komt die breedte van jouw nieuwe woning uitstekend tot zijn recht. Prima ruimte hier, mooie grote eethoek. Stekende woonkeuken. Met daar de tuindeuren naar buiten. De keuken zit alles op aan en in. Voor nu laat ik de kasten even dicht. Maar kom je nou een keer kijken met ons, dan gaan die natuurlijk voor je open.
Perfecte ruimte zo, hè. Bijkeuken, ik had er van buiten al even aan gememoreerd. Daar ook de natte groepen. We gaan uit hier naar je oprit. Precies daar. En een hele goede achtertuin. Daar komt de breedte van je huis weer terug. Het waait lekker vandaag. Mooie brede kavel, hè. De bakken lekker uit het zicht. Prima tuin op Zuid. Lekker vrij. En dit is de achterkant van jouw nieuwe huis. Kom je nou een keer kijken met mij, met Paul of met Sander. Dan gaan we je vertellen. De zonnepanelen, de opbrengst, het verbruik. En de kenmerken die nog meer van belang zijn voor je huis. Maar dat is natuurlijk de moeite waard. Maar voor nu eerst maar eens even een eerste indruk. Onze agenda's zijn beschikbaar. Heel graag gaan we met je kijken. En als je denkt, ja Thijs, dat is leuk. En mijn huis dan? Want dat moet natuurlijk wel verkocht worden als ik hier naartoe ga. Nou ja, heel graag maken we daar vrijblijvend een afspraak met je over. En wie weet maak ik volgende week dan wel bij jou een video. Voor nu een laatste blik in de woonkamer richting de eethoek. Dan dank ik je voor het meekijken. Wens ik een hele toffe dag. Heel graag tot ziens hier. En dan een live video van ons kantoor. Ik wens je een leuke dag.